na 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 I wanna start a fight. Nou ja, helaas heeft mijn vrouw 23 jaar, 32 jaar terug Hodgkin gehad. Lymfekanker. En ja, dat is toch wel een ingrijpend iets in je gezinnetje. Als je twee kleine kindertjes hebt en de moeder wordt ziek, dat hakt er wel in. Nou, gelukkig is ze helemaal volledig hersteld. En ja, genezen zeggen ze nooit, maar naar mijn idee wel. Het zijn lichtpuntjes aan het verkopen voor het goede doel. Nou, dat gaat hartstikke goed. Hartstikke mooie lichtpuntjes. Hoop dat kanker de wereld uit geholpen kan worden. Daar gaat het toch allemaal om, hè? Zeer belangrijk. Er moet altijd geld ingezameld worden. Voor wat voor ziekte dan ook. Wie gaat er 100 euro? Fantastisch! 100 euro van KWF, dames en heren. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. 100 euro! Nou, we zijn hier bijeengekomen omdat we een evenement hebben georganiseerd voor de KWF kankerbestrijding. Het is een veiling, maar ook tevens een feestavond, omdat we ook belangrijk vinden dat we gewoon het leven vieren met elkaar. Het is niet zo vanzelfsprekend dat het natuurlijk dat iedereen maar gezond is. En wees daar bewust van hoe kostbaar het eigenlijk is, het leven. 140, denk na! 140 euro! 150 euro! 160 euro! Wat gaan we doen? Een goed gesprek gaan we hebben. Geen goed gesprek. Kunnen we hier nog overhalen? Hij mag er hebben. Nou, het doel van deze avond was om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF kankerbestrijding. En dat is wel gelukt, denk ik. Maar zeker. Het is echt goede opbrengst. We zijn nog een beetje aan het tellen hoeveel er is opgehaald. Maar ik denk dat we wel richting de 2000 euro gaan. Ja.